gelijkspel die voelt als een nederlaag? Absoluut. Zeker als je kijkt hoe de goals weer tot stand komen. Ja, dat was vorige week zo, het is nu weer zo. Dat is gewoon super, super vervelend, want je speelt volgens mij gewoon een hele goede wedstrijd met z'n allen. En ja, ik sta echt met een kaargevoel. Ja, dood en doodzonde natuurlijk. Als we naar de eerste helft kijken, jullie waren echt de meester. Ja, absoluut. Ik denk dat we ook scherper voor de goal moesten zijn, want ik denk dat we daarin ook genoeg kansen op kansen hadden, zeg maar. Dat gebeurde niet, geen 0-0 de rust in. Tweede helft, denk ik, twee mooie doelpunten. Ja, dan moeten we wel over de streep trekken tegen deze ploeg, vind ik. Ja, want ik denk helemaal naar die 0-2. Ik denk dat misschien 80% in het stadion dacht van, dit is wel gespeeld. Ja, nou ja, wij niet, want zij brachten Zeefuik nog, sterke jongen. Dan weet je dat ze wat opportunistischer gaan worden. Dat gebeurde ook. Ja, en dan ligt aan onszelf dat wij die doelpunten tegenkrijgen. Ja, wat gaat daar precies mis? Heb je dat al gezien? Ik heb net de tweede heel snel even teruggezien. Een corner die ver achterin kwam. Wordt teruggekopt. Ik denk dat we misschien wat meer te veel naar de bal aan het kijken zijn. En niet meer weten vanuit die tweede situatie waar de bal waar onze man zit. En dat hij er daardoor ingekopt wordt. De eerste heb ik eigenlijk niet gezien. En het ging ook vrij snel, dus geen idee. Ja, is het dan een kwestie van scherpte in die slotfase? Ja, en verantwoordelijk zijn voor je man. En daar wordt heel veel aandacht aan besteed. Dus het is heel jammer dat vandaag weer ons zeg maar een bepaald tikje op de neus geeft.